Ja! Je bent erbij! Ja, ik heb het wel gezien. Juist, zij heeft dit ding kapot gemapt. Goed zo, bewaken! Blokkie Gamers, welkom allemaal bij, of terug bij Planet Zoo moet ik eigenlijk zeggen. Welkom jongens bij mijn eigen dierentuin die ik in de livestreams heb gemaakt. Alles wat hier staat is eigenlijk in de dinges gemaakt. In de stream. Behalve de tijgers, dat is hier. Deze heb ik er zelf bij gebouwd zonder stream. Maar er is namelijk een community evenement. Om dus tijgers te gaan fokken. De rest is allemaal gebouwd in de livestream. Allereerst begin ik namelijk met een fokprogramma dat we lekker wat blaadjes hebben. Ik heb er nu al 2600, dus dat is op zich wel lekker. Het geld gaat hartstikke goed. Dus ja, ik heb ook gezegd op YouTube dat we eigenlijk alleen carrière doen. Dat doen we in principe ook, maar ik laat zo nu en dan wel even mijn dierentuin zien wat ik tot nu toe heb gebouwd. Maar gisteravond heb ik dus de, zonder stream, heb ik de tijgers erbij gebouwd. Deze. Plus dit stukje hier. En dit stond er al. Maar die twee stonden er niet, de pleitjes stonden er niet en dit stond er nog niet. En de Braziliaanse spinnen die stonden er ook nog niet. Of wat is dit? De Goliath vogelspin, dat bedoel ik. De Goliath vogelspin die was er ook nog niet, dus dat heb ik bijgebouwd. Dus het gaat op zich lekker. Ik ben echt helemaal, alpha status. Dat betekent dat we weer varkentjes... Dat die weer ruzie hebben. Die varkens word je ook niet goed van hoor. Even kijken. Die is goud. En deze is... Enam is het alfa mannetje. Die is 66%. En die... Degene... Ja, dan doe ik deze doe ik weg. Die ga ik te koop zetten. En we hebben zoveel varkentjes. Dat gaat maar aan één stuk door. Dat gaat echt maar aan één stuk door. Eigenlijk moet ik een heel nieuw mannetjeszwijn erbij hebben. Dus als ik deze ook even verkoop. Maar er zijn heel veel... Want de franchise mode is natuurlijk de online mode. Alle dieren die je hier ziet zijn allemaal van andere spelers. Maar eens eventjes gaan kijken en op de gewone knobbelzwijn gaan filteren. Daar kun je er eigenlijk bijna niks meer voor vragen. Ja, ik heb daar nog een gouden momenteel. Dus die kan ik op zich wel lekker verkopen. Als we even naar de ranking kijken. Het duurste is momenteel. Prijs omhoog. Het duurste is momenteel 550. Nou, die raak je natuurlijk nooit kwijt. Dus dan zeker rond. Ja. Eens even kijken. De beste scoort deze waarschijnlijk. 50, 75, 200. Dus ja, moeten we even kijken hoe we die gaan verkopen. Deze is wel groot en dat vinden mensen altijd wel leuk. Dus laten we deze voor 120 gaan verkopen. Ik denk dat het eigenlijk te veel is. Maar we gaan het vanzelf zien. En deze doen we voor 75 weg. Daarnaast moet ik namelijk een nieuwe varken of een nieuw varkentje kopen. Want alle varkens die ik hier momenteel heb, die zijn allemaal zelf gefokt. En dat zijn eigenlijk gewoon de kinderen die met de moeders het doen. Om zo maar te zeggen. Ja, dat is natuurlijk niet wel de bedoeling. Ja, dit is ook wel een goeie. Ik ga deze adopteren. Het zijn maar 20 blaadjes, hè. Dat is helemaal niks. Nou, dan kopen we die. Deze zijn verhandeld. En deze doen we hier naartoe. Naar de knobbelzwijnen. Er is een nieuw varkentje gekocht van iemand anders. En wij hebben die twee te koop staan. De var... Of de... Tijgers... Die zijn nog te jong. Kijk nou hoe schattig. Ah, dat is toch schattig, jongens. Het geluid wat ze maken. Lachen, joh. Ik vind het echt een geweldig spel. Dat is met vliegjes aan het spelen, zie je dat? Oh, wat lief. Goed. Gewoon
knop zit op het punt. Ja, dan hebben we alpha status. Ja, nou, die hebben we al gehad. Laag wel, die zijn wel gestrest zijn. Faciliteur gevallen. Monteur roepen. En wat hebben we hier? De tijgers en de spinnen. En dit is souvenirwinkels. Kijk, dat is fijn, want daar wacht ik op namelijk. En ik heb trouwens ook in elk hok hier zo heb ik lampen geplaatst. Als het straks donker is, dan is dat heel gaaf. Faciliteiten, ja, dierenonderzoek. En de Goliathspin is ook volledig. Volgens mij is elk dier nu bijna helemaal, ja, elk dier is nu volledig onderzocht, alleen de ziektes nog niet. Dus dat moet ik nog een keertje doen. Maar voordat we iets gaan doen, wil ik even nieuwe souvenirwinkeltjes plaatsen, want we hebben blijkbaar nieuwe. Maar ik weet alleen niet zo welke. Bij de koffie is het hartstikke druk, man. Missy Good, Maxcellent en Looney Balloons. Just a Momento, dat was hem. Heb ik hier. Moet daar nog even een bord plaatsen. Dan gaan we naar Bo. Borden. En moeten we Just a Momento. Zo. Kijk, de koffie die wordt heel erg goed. Kijk, we kunnen deze namelijk gewoon hup, zo in één keer controleren. Of ik moet hier en daar gewoon wat. Wat anders neerzetten. Want ik heb geld zat. Dus in principe. Ja, we kunnen hier ook nog wat een en ander neerzetten. We kunnen hier nog uitwijken, hier naartoe. Deze moet ook gerepareerd worden, zie ik. Kijk, als we nou even met een bochtje zo. Ja, het moet er wel even netjes tegen het hek aan. Die kleine tegeltjes, die zijn zo lief. Oké, dit is een beetje lastig. Ja. Melvin sterft bijna van ouder. No, dat is een Twitch subscriber. Melvin gaat dood. Volgens mij is dat Melvin is volgens mij een rode va. Melvin is overleden. Nee, Melvin is dood. No. Melvin is dood. Ik moet een nieuwe Melvin. Melvin 6001. Ik moet een nieuw mannetje hebben. Melvin 6001. Waar ben je? Oh, hij is al opgeruimd. Melvin 6001, waar ben je? Of ja, die is dood, maar. Hebben wij niks, geen dieren hier meer? You kidding me? Oh. Hebben wij niks, geen rode varies meer? Nee, oh kut, dan moet ik twee nieuwe varies kopen. Shit. Hoezo dat? Ik ben altijd heel snel afgeleid trouwens. Rode Fari. Maar dan ben ik met iets bezig en in één keer ga ik weer wat anders doen. Goede aantrekkingskracht. Een mannetje en een vrouwtje moet ik hebben. Ik wil wel een goede Fari hebben. Maar ze zijn echt vette beesten, Faris. Kijk, deze is goud. Kijk, die is 100% vruchtbaar. Ik neem deze. Dan hebben we een mannetje. Dan moeten we alleen nog even een vrouwtje varie hebben. Er zijn geen vrouwtjes varies. Oh, shit. Oh, dan moeten we, dat even in de gaten houden. Verplaatsen naar de varies. Zo. Ik wist maar dat ik hem al geen varies meer had, joh. Steppenzebra hebben ook ruzie. Dat is het vrouwtje. Hier ligt er eentje. Ja, dit is het alfa mannetje. Maar die is, oh, die is ook bijna dood. Dus op zich maakt niet zo heel veel uit. Hier zou het andere mannetje wel liggen. Ja, en dat vrouwtje is jong. Die heeft één keer een jong gekregen. Dus hij neemt het sowieso over. Want de zebra gaat ook elk moment dood. De ouderdom. Maar die is bijna 30 jaar. Nee, ja, er scheelt niet veel meer aan. Knobbelzwijnen alweer. Waar nou weer?
Hebben we nog meer mannetjes? We hebben toch alleen... We hebben maar één mannetje, toch? Dat is ook een vrouwtje. Wacht even. Hoeveel mannetjes hebben we? We hebben... 11 varkentjes. Ja, we hebben ook heel veel vrouwtjes. Dus we doen daar ook even één vrouwtje weg. Deze doen we weg. Die uitzet in het wild. Even een keer weg ermee. Zo. Maar wij waren hier bezig. We gaan weer verder. Zo. Oh, die baby tijgertjes. Die zijn zo lief. Yeah. Kijk, maar dan kunnen we hier wel weer eventjes een extra dingetje maken. Waarom? Kijk. Zie dat? Sterven ouderdom. Die zebra. Dat pad is helemaal scheef, jongen. Dat kan ik niet zo goed ding. Doen we even opnieuw. Goed, ik heb even het pad aangelegd. Wat een gestrukkel was dat, omdat hier water ligt. Werkt het niet helemaal. Dus ik moet het even zo doen. Maar zoals je ziet is het nu donker. En ik heb dus in elk hok heb ik dus lampen gedaan. Wat je hier kunt zien. Zie je dat? Dus in elk hok wat je nu ziet... Is dingen te zien. Hier bijvoorbeeld hier. Hier zijn lampen te zien. Bij de beren vind ik allemaal ver. Als je hier bovenop staat. Dan kun je zo naar binnen kijken met die lampen. Maar in elk hok. Ook bij de krokodillen. Heb ik ook lampen neergelegd. Heel gaaf. Maar we hebben ook krokodillen. Dit is een mannetje. Hele gave beesten. Goed, maar wat ik eventjes wou doen is namelijk hier weer een nieuw pleintje maken met koffie en weet ik veel wat. Dus, dan gaan we dat doen. Dus ik wil hier een rooster voor hebben. Zo. En dan maken we hier eens even een leuk pleintje van. Alright, nou. Er waren even problemen. Ik heb even heel gauw wat varkens verkocht. We hebben er nu nog maar een stuk of 3, 4. Denk ik. 2 varkens hebben we momenteel. Er is er eentje. Of nee. 4 varkens hebben we. Eentje is in handen zetten, dus die doet niet mee. Eentje is ziek. En de ander is zwanger. Dus we hebben 3 vrouwtjes. Dus eigenlijk mag dit vrouwtje ook wel weg. Wacht even. We hebben nu een mannetje in dierenhandel. Nee, dat moeten we niet hebben. Nou, annuleer maar. Dan mag jij weer terug de dierentuin in. En moet nou 1 vrouwtje moet eigenlijk wegdoen. Degene die niet ziek is. Jongen verwacht. Oh, er is er eentje. Hoe komt dat dan? Hoe kan dit beest... Hoe kan hij ontsnappen? Is ook helemaal kapot. Hoe kan hij ontsnappen? Geen idee. Even een monteur roepen. Nou ja, het zal wel. En ik zie hier ook alweer een prullenbak. Die is kapot. Och, vreselijk. Zo zien we weer dat we constant bezig zijn. We hebben nog steeds geen vrouwtjes, Fari. Oh, VIP-bezoekers. Ja, leuk. Faciliteit uitgevallen, monteur roepen. In één keer gaat alles kapot. Heel veel afval. Alles gaat in één keer kapot. Alles gaat in één keer nou tegelijk. Hoeveel monteurs heb ik eigenlijk? 1, 2, 3, 4. Nou, doet er nog 2 bij. Ga er ook eens een werkgebied van maken. Nieuw werkgebied. Die alle stroom gaat checken. Dit is stroom. Stroom. Ga ik daar even mee bezig. Want dan weten we zeker dat alles goed komt. Dat ik alle stroomfaciliteiten goed heb gedaan. Alright. Ik heb een werkgebied gemaakt. Ik moet daar even een paar monteuren op af doen. We doen die op de Transformers. En die ook op de Transformers. We hebben 2 man op de Transformers. 1 man op de waterzuivering. Varkens en flamingo's. Ja, maar dat moet ik even anders doen. Want dat is iets makkelijker te zien.
Jij doet Transformers. Twee mensen op Transformers. Jij doet Vivarium en zeldzame dieren. Jullie tweeën. En dan doen jullie de waterzuivering. Nou, nee, doe maar. Nee, wacht even. Dan doe jij varkens en flamingo's. Hebben we dat in ieder geval ingedeeld? Eigenlijk nog een extra monteur erbij. Twee daarop, twee daarop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Twee op Transformers, twee daarop. Dan doe jij varkens en flamingo's. Varkens en flamingo's, doen er twee monteurs erbij. Ik heb toch geld zat. En dan doen jullie. Transformers. En dan doen jullie de waterzuivering. Zo, dan hebben we alles ingedeeld. Mooi. Dan gaan we nu eindelijk met dat plantje bezig. Ja, je bent erbij. Ja, ik heb het wel gezien. Juist, zij heeft dit ding kapot gemapt. Goed zo, bewaken. Goed zo. Lekker, man. Ik zat te bezig met die dingen. Ik wou hier bouwen. En wat gebeurt er? Jouwe. Er wordt iemand gepakt. Lekker voor je. Goed, ik moest even wat uittesten. En toen zag ik in één keer dat het ding kapot werd gedrukt. Maar, wij zetten deze hier neer. Omdat hier nog geen gebouwen in zitten, werkt het nog niet. Maar het goed is, als ik deze hier neerzet. Ctrl D. En die ook Ctrl D. En als het goed is, en ik zet hier een paar faciliteiten neer. Zoals een Maxcellente. R. En dan faciliteiten. En ik doe zo. Kijk, dan gaat hij automatisch klippen. Zie je dat? Wok heb ik nog niet. Hotdog Squad heb ik ook niet. Hotdog Squad. Dan hebben we nog drankraampjes. Sloes heb ik ook niet. Pipshot water, gulpy soda. Doen we hier water. En koopwaren hebben we. Looney Balloon, Just a Momento. That's fantastic. Zo. En die doe ook bij aan. Zo. Dan moeten we nog... Kijk, ik word er direct een stuk drukker hier. We doen er straks botjes op. We moeten eerst even... het een en ander neerzetten. Faciliteiten. En picknickbankjes. Dat de mensen in ieder geval kunnen zitten. Dan kunnen we het midden kunnen we op zich wel een fontein maken. Dat is misschien ook wel een idee. Zo. En dan hier eentje. Hier eentje. Hier eentje. Hier eentje. En dan maken we hier een pleintje. Of een... hoe heet dat? Een waterval, of in ieder geval een fontein. Dat was het. Wat wil ik hier nog meer hebben? Een pinautomaat, dat is ook wel handig. Bezoekersfaciliteiten, alles. Een toilet is ook wel handig op zich. Zo. Ik kan ook gewoon dit ding neerzetten hoor. En dan zal het iets omheen bouwen. Maar dit is toch net weer iets leuker. Wat hebben we nog meer nodig? Prullenbakken hebben we. Een pinautomaat. Twee stuks. Nou. Nog een beetje. Een paar lampjes. En dan kunnen we hier ook iets leuks van maken. Maar volgens mij heb ik zelfs wat. Blauwdrukken. Aan een fontein. En anders zoek ik. Ik kan altijd een fontein zoeken. Neem bijvoorbeeld natuurtafereel.
Ja, dit hebben gewoon mensen gemaakt. Dit kan ik ook allemaal zelf maken. Dan moet ik alleen even kijken hoe. Maar ik heb nog niet alles ontgrendeld namelijk. Want als we naar architectuur en naar de muren gaan. We kunnen iets van glas maken bijvoorbeeld. Een bloemenperkje van glas. Zie je dat? Zoiets. Maar ik ga even in een Steam Workshop kijken. Hoef ik niet zelf te bouwen. Nou! Ik heb een fantastisch. Zo! Hoe hoog wil je dit hebben? Hoe groot? Maar we kunnen altijd een beetje. Kijk, dat kun je een beetje zo doen. Zie je dat? En dan hebben we een fontein. In het midden. Alhoewel. In het midden. Ik moet even. Nou ja. M. Ik moet alles hebben wat hier staat. En zie dat? Ik moet alles selecteren. Wat hierin zit. Nu heb ik alles. Het moet wel goed staan. Zo, het is nu ook donker. Dus kunnen we een beetje verlichting plaatsen. Hier kunnen we andere lampen in doen. Zo. Ik word er wel druk op het pleintje. Ik wil hier nog een beetje bloemetjes doen. En zo blijf je maar bezig, joh. Dat is echt bizar. Alleen mensen die lopen er wel dwars doorheen. Zie je dat? Die lopen er dwars doorheen. Hier, het staat op punt om volwassen te worden. Mooi! Tijgertjes worden volwassen. Ga kijken naar de geboorte. Nou, ga maar groeien. Groeien, 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 groeien. Zal niet lang meer duren. Even wat drinken. Maar wat ik zei, ik stream dit dus veel op Twitch. Dus mocht jij hier dit allemaal live willen zien wat we bouwen. Kun je kijken. Twitch.tv/BrokkenGames. Dat is gewoon een app voor op je telefoon. Is heel gratis, kost niks. Gaat helemaal goed komen. We hebben ook 3 jonkies, zie dat? En die gaan dus, als het goed is, worden ze allemaal ouder. Mama komt even kijken. Wat jouw grootte? Kan soms zijn dat de game een beetje. Dat het een beetje hapert. Dat moet ik even aanpassen. Jouwe! Jouwe! Als ze maar geen ruzie hebben. Want jij hebt waarschijnlijk al wel een partner. Yes, dus jij. Heb ik hier. We kunnen wel meerdere vrouwtjes hebben. Maar dit mannetje moet ook weg. Jij gaat ook meer. En dan gaan we de Bengaalse tijgers. Goliath vogelspin, laag welzijn. Alle dieren uit kist halen. Zo. Pinautomaat, alles valt weer uit. Mooi. Faciliteit uitgevallen, monteur roepen. En monteur roepen. I. Maar. We hebben dus nog weer. Wat die varkens die raken we niet kwijt hoor. Oh, die zijn wel weg. Oh, dat is mooi. Als we eventjes gaan kijken, want op zich. Ze zien er niet verkeerd uit. Alleen deze is niet zo heel groot. Nou, even kijken, de Bengaalse tijger. Oh, kijk. We hebben ook weer 2 vrouwtjes. Dan koop ik deze wel. Adopteren. En dan moeten wij Bengaalse tijger. Filter. Wat vragen ze dan ongeveer voor? De goedkoopste is 315. Ongeveer. 315 begint het meer. Dus dan zet ik deze op 325. En deze doe ik iets duurder. Dus doe ik 350.
verhandelen. En dan maar wachten dat we iets hebben. Dan kunnen we deze weer verplaatsen naar de Faris. Dan hebben we weer een vrouwtje namelijk. Naar de Faris. Plop. Dit zijn de krokodillen. Dit zijn de tijgers. Heb ik hier. Maar zo gaan we dus heel de tijd gaan, jongens. Nou, wachten totdat totdat onze twee tijgers verkocht worden. Iemand anders die deze game speelt kan dus mijn tijgers kopen. We hebben in ieder geval weer twee Faris, dus dan kunnen we daar ook weer mee verder. En bisons hebben we ook. We hebben daar ook een kleintje, zie ik. Die heeft twee keer jongen gegeven. En als het goed is zijn die... Kijk, die hebben een partner. Rode Faris aankomen in de dierentuin. Nou, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Maar ja, het is vandaag donderdag en deze video komt zondag online. Dus er zal weer heel wat het een en ander worden bijgebouwd. Dus mocht jij geïnteresseerd zijn, twitch.tv/BlackerGames. Daar ben ik regelmatig op live, 5 keer in de week. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer, jongens, bij een gloednieuwe video. Planet Zoo ga ik sowieso vaker. Ik vind het een geweldige game. En dan zie ik jullie graag... Hier, onze eerste tijger is al weg. En zie ik jullie graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe... Oh, al onze twee tijgers zijn al weg. Oh, nou, kijk. Mooi. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Kalm!